Mijn naam is Jan-Willem van Os. Ik ben 40 jaar. Ik werk in Amsterdam. Klein administratie- en belastingadvieskantoor. En studeer fiscaal recht aan Nijrode. Ik werk nu 3 jaar op dit kantoor als aangifte-medewerker. En heb ontzettend de behoefte gehad om me verder te specialiseren. Met mijn vooropleiding kon ik meteen aan de gang bij Nijrode. Dus ik kon direct instromen in de master fiscaal recht. En mijn doel is met deze master om belastingadviseur te worden. Ja, je moet er echt heel hard aan trekken. Je moet hard studeren. Maar je krijgt er zoveel kennis voor terug. En ik merk dat ik met die kennis veel beter mijn klanten kan bedienen. Meer dan ik aanvankelijk had gedacht. Logischerwijs had ik dat van tevoren ook al bedacht. Maar dat het zo zou zijn, had ik niet kunnen bedenken. En dat geeft me echt heel veel plezier en energie. Overigens ook binnen het kantoor zelf. Sinds ik studeer aan Nijrode hebben we het vaktechniek bij ons ook op een hoger plan kunnen trekken. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg gaaf. Doordat ik kennis vergaar, doordat die kennis ook blijft beklijven, doordat ik die kennis ook kan toepassen, verhoog ik daarmee ook mijn zelfvertrouwen. Iets wat enorm plezierig is, want niet alleen kan ik mijn klanten beter adviseren, ik voel me eigenlijk ook veel beter in mijn vel. Ik durf veel meer dingen aan. En dat zie je ook terug in mijn adviesvaardigheden. Ik vind het leuker om naar klanten toe te stappen. Ik vind het leuker om ze van ongevraagd advies te voorzien. En het grappige is, daar wordt ook altijd goed op gereageerd. En dat is mijn return on education.